Goed dat je weer kijkt naar deze video en het is natuurlijk heel erg voor de hand liggend om op te geven. Op te geven, stoppen waar je mee bezig bent. Stoppen waar je vorige week aan werkte, waar je gisteren aan werkte, waar je misschien net nog aan werkte. En gewoon zeggen, ik ga het niet meer doen. Ik stop ermee, ik heb geen zin. Misschien ken je dat wel. Ik herken het ook. Ik herken het ook. Ik heb nog steeds dagen, nog steeds momenten dat ik denk... geen zin. Geen zin. Echt geen zin. En dan slaan de excuses in. Weet je, dan komen de excuses met... ik ben te druk geweest. Ik heb geen zin. Ik ben te druk. Ik heb geen tijd. Het lukt niet. Ik heb niet de juiste resources waardoor ik het ook gedaan krijg. Er komen allerlei excuses bij. Geen idee. Geen idee waar ze vandaan komen. Maar ze komen er wel bij. En uiteindelijk kom ik niet verder. En dat opgeven, dat is zo makkelijk. Opgeven is zo ontzettend makkelijk. Opgeven, dat is... opgeven, dat is gewoon simpel. Simpel. Opgeven is het allermakkelijkste. Nou, ik heb geen zin, ik stop er wel mee. Snap je? Maar dat wil je niet. Je wilt niet opgeven. Je wilt niet stoppen. Je wilt door. Want je hebt een doel. En op het moment dat je nou gaat opgeven, zeg ik altijd, kijk nou eens eventjes goed. Wat is je doel? Even terug die focus krijgen. Want daar gaat het vaak fout. Vaak denk je, ik ben zo moe, ik heb slecht geslapen of moet nog eten en ik heb geen tijd en ik ben druk. En snap je, je gaat dingen vooruit schuiven. Ik doe het morgen wel. Morgen begin ik meteen. Morgen fris en fruitig ga ik beginnen. Maar je weet het, hè? Het beste moment om te beginnen is nu. Nu. Niet morgen ga ik beginnen, niet volgende week ga ik beginnen. Hier moet je echt op gaan drillen. Je moet er echt op gaan drillen van niet uitstellen. Niet morgen, niet volgende week, niet dan ga ik dit doen, dat ga ik... Onderneem nu actie. Hoe klein het ook is, hoe klein de actie ook is, onderneem nu actie. Ga nu wat doen. Als je bijvoorbeeld 10 dingen moet doen en je denkt, weet je wat, morgen begin ik wel. Doe er alvast 2 vandaag. Begin alvast met die 2. Doe iets vandaag, zodat je zegt, weet je wat, en die andere 8 doe ik morgen. Probeer nu te starten. Nu. Opgeven is zo makkelijk. Opgeven doet eigenlijk iedereen. Eigenlijk iedereen om je heen die in de problemen zit, die financieel er slecht voor staan, die geldzorgen hebben, die niet gelukkig zijn in een relatie, die alle mensen met de meest bekende problemen, laat ik het zo zeggen, geven vaak te snel op. Je moet ervoor vechten. He, niet letterlijk, maar je moet ervoor willen knokken. Je moet gewoon willen zeggen, weet je wat, dit is mijn leven. Ik ga die controle krijgen en ik zorg ervoor dat ik gelukkig word. Dat ik gelukkiger word. Dat ik blijer word, dat ik vrolijker word, dat ik tevreden ben. Of nog meer tevreden ben dan ik nu al ben. Want als het goed gaat met jou, kan je ook weer andere mensen helpen. Dus wat moet je nou doen op het moment dat je gaat opgeven, dat je het idee hebt van, het zit niet mee. Geen zin. Te druk. Hè? Alle excuses, hè? Die hebben we een keer behandeld. Hè? Excuses sheet, die gaan we erbij pakken. Dus als je zulke dingen aanhaalt, dan hebben we dus eigenlijk excuses. En daar hebben we, als het goed is, een sheet voor gemaakt, toch? Een paar lessen terug hebben we het over excuses gehad. Daar staat een sheet in. Wat zou je doen als je geen zin hebt? Wat zou je doen als je te druk zou zijn? Pak die sheet erbij. Staat je excuus er nog niet op? Zet hem erbij. Bedenk een oplossing. Denk in oplossingen. Niet in uitstelgedrag. Uitstelgedrag gaat ervoor zorgen dat jij van de zomer zegt of volgend jaar zegt... ik ben een half jaar verder. Ik ben 12 maanden verder. Er is weer niks veranderd. En daar willen we eens een keer van af, toch? We willen er toch eens een keer van af dat er niks verandert. Er moeten toch eens dingen gaan veranderen. Het is nog een keer belangrijk dat jij nu vooraan staat. Dat jij nu eens een keer het geluk krijgt. Dat jij nu eens een keer voor keuzes komt te staan die leuk zijn. Leuke keuzes. Dat je denkt, ik heb nieuwe problemen. Maar dat zijn wel hele leuke nieuwe problemen. Bijvoorbeeld, in welk restaurant moet ik vandaag gaan eten? Of, aan wie moet ik vandaag een donatie gaan doen? Want dat doe ik elke dag. Je wilt leuke problemen. Je wilt niet problemen als, hoe ga ik die rekening betalen? Ik heb geen geld. En als ik die nou uitstel, dan betaal ik met dat geld, betaal ik die rekening. Tegen die zeg ik dan dat ik de rekening niet heb gehad. Zulke problemen wil je toch niet? Je wilt toch leuke problemen? En leuke problemen, hè, nieuwe leuke problemen, zijn voor mij problemen als, zoveel schoenen, ik weet niet welke ik aan moet. Of, 6 nieuwe klanten deze week. Ik kan er maar 2 aannemen. Welke gaan we kiezen?
Dat zijn nieuwe leuke problemen. Dat wil je toch? Nieuwe leuke problemen. Dus die excuses, pak je excusesheet erbij. En dan is het eigenlijk het belangrijkste dat je weer die focus krijgt. Focus. Het is zo belangrijk om die focus te krijgen. Focus. En je focus heb je al vastgelegd. Dat hebben we in een van de eerste trainingen gedaan. Dat is namelijk je doel. Je doel. Je doel moet duidelijk zijn. Als jouw doel niet duidelijk is, waarvoor doe je het dan? Ik snap wel dat je met een excuus komt als je doel niet duidelijk is. Als je doel is, hey, van de zomer wil ik meer energie hebben. Oké, dat is dan precies de definitie van meer energie. Nou, gewoon dat ik iets lekkerder in mijn vel zit en een paar kilootjes kwijt. Ja, dan snap ik ook wel dat je doel wazig is en dat je geen energie hebt en dat je dus gaat opgeven. Snap je, dat doel moet groot genoeg zijn, dat moet interessant zijn, dat doel moet zo bam zijn, dat je denkt, ja, hey, ik heb geen zin, allemaal excuses verzonnen, maar waarvoor doe ik het ook weer? Oh ja, wacht eens even, ik wil volgend jaar verdubbelen in omzet. Ja, maar dat gaat niet lukken. Hey, als het niet gaat lukken, excuus sheet, oplossen, terug naar je doel. Snap je, dit is een cirkeltje, hè? En die ga je continu in terugvallen. Want ik doe het ook nog steeds. En ik ben hier echt heel bewust mee bezig. Elke keer merk ik weer, hé, een excuus. Nee, wat staat er op mijn excuus sheet? Oké, ik heb geen zin. Terug naar mijn doelen. Dit is mijn focus. Mijn lange termijn doel. Ik kan vandaag problemen hebben. Ik kan gisteren problemen hebben. Ik kan morgen problemen hebben. Maar ik kijk altijd wel van, hé, waar moet ik over een jaar staan? Waar wil ik over 5 jaar staan? Dat maakt die huidige problemen in één keer veel kleiner. Stel, iemand stuurt me een mailtje met, ik wil dat je vandaag reageert, noem maar iets. En ik heb er geen tijd voor. Ik denk, oh ja, probleem. Ja, ik wil eigenlijk wel reageren, maar ik heb geen tijd. En ik moet iets hebben van mijn computer, maar ik zit alleen op mijn telefoon. En hè, zulke dingen. En ik denk, ja, hoe? Maar als ik dan denk, hey, waar wil ik volgend jaar staan? Nee, volgend jaar wil ik dat en dat doen. En wat wil ik over 5 jaar doen? Voor 5 jaar wil ik dat en dat doen. Hey, dat ene mailtje, ja, ik kan er niks aan doen. Ik kan het nu niet doen. Dus wat is het, de oplossing? Morgen oppakken. Maar ik kan het niet doen. Ik kan een mailtje terugsturen met, sorry, ik heb nu niet alles bij de hand. Ik krijg morgenochtend reactie. Klaar. Meer kan je soms niet doen. Snap je? Accepteer dat je niet altijd alles direct kunt oplossen. En als jij er geen controle op hebt, omdat je misschien afhankelijk bent van andere mensen, dan helemaal niet. Ik ben in mijn dagelijkse werk heel vaak afhankelijk van andere mensen. Ik kan dingen maar aanhoren, ik kan dingen constateren, ik kan dingen zien, meekrijgen van klanten of van andere leveranciers. En vervolgens moet ik het bij iemand anders neerleggen. Maar ja, dan moet ik er wel vanuit gaan dat die andere persoon het regelt. En als die vervolgens zegt, ja, ik ben druk, of ik heb geen tijd, of morgen ben ik vrij, of... Je houdt het alweer op. Snap je? En dat zijn allemaal van die kleine probleempjes die allemaal zorgen kunnen zijn, allemaal stress kunnen zijn, waardoor je het allemaal zo zwaar ervaart. Kijk nou eens naar je grotere doel. Ja, dan wacht die leverancier maar even, dan wacht die klant maar even. Als jij namelijk een vraag bij iemand anders indient, moet je vaak ook even wachten. Snap je? Maak je problemen relatief. Kijk nou eens goed van, hey, hoe erg is dit probleem? Relativeer nou eens eventjes. Hoe groot is dit probleem? Hoe erg is dit probleem? Kan ik er iets aan doen om dit probleem op te schuiven, om te zorgen dat die klant toch eventjes geholpen is, of dat die leverancier toch een antwoord heeft, waardoor ik weer terug kan focussen op mijn doel? Want als jij geleefd gaat worden door de dag, door problemen, door andere dingen, dan denk je inderdaad aan opgeven. Op het moment, hè, stel je bent ondernemer, op het moment dat er 10 nieuwe aanvragen binnenkomen, dan zit je echt niet achter je scherm. Boeh, 10 nieuwe aanvragen, ik heb echt geen zin meer hoor, ik ga echt opgeven. Want straks moet ik geld gaan verdienen en gaan werken en dat wil ik allemaal niet. Nee, ik wil liever gewoon geldzorgen hebben. Snap je dat? Dan geef je niet op. Als je een winkel hebt en er staat een rij van klanten buiten bij de deur, dan denk ik, wow, lekker, veel klanten, we gaan draaien. Hup jongens, de meiden, kom, we gaan knallen. Maar ja, als er geen hond in je winkel komt, dan denk je, ja, poeh, zwaar, ik wil opgeven, ik wil mijn winkel dicht doen, ik heb geen zin meer. Snap je die energiebalans? Snap je dat als het goed met je gaat, dat je niet denkt aan opgeven? En als het een keer tegen zit, dat je dan pas gaat denken aan opgeven? Focus je dan weer op je doel. Je doel is zo belangrijk. Als je dit doel uit het oog verliest, dan wil je opgeven. Dan wil je opgeven. Dus opgeven, hoe groot of hoe klein of waar je ook mee bezig bent. Denk in opgeven altijd, oké, welke excuses verzin ik? Welke excuus verzin ik? Welke oplossing is daarvoor? Hé, ik heb geen energie of ik heb geen tijd. Ik heb geen tijd. Oké, nou, dan pakken we de agenda erbij. Hoezo je hebt geen tijd? Je hebt hier 1 uur verspeeld, je hebt daar 2 uur verspeeld. En als je echt van mening bent dat je zo'n drukke agenda hebt, maak maar eens gewoon een dagplanning. Een dagplanning en houd dan ook nog maar eens bij wat je uiteindelijk echt doet.
Als jij een dagplanning maakt, als ik een dagplanning maak, laat ik het zo zeggen, met 10 items, hè, want je kent misschien wel mijn planner. Als ik mijn dagplanning maak met 10 items, als ik die maak en alle 10 heb ik gedaan, heb ik echt een hele goede dag gehad. Punt. Heb ik een hele goede dag gehad. Want als ik dit elke dag doe, doe ik dus 70 items per week behandelen. 70 items per week. Dat is meer dan voldoende. Meer dan voldoende. Echt. Dat is echt heel veel namelijk. Want de meeste mensen komen niet eens bij de eerste 3. Snap je? Dit. Hier gaat het om. Ga eens echt kijken, hey, wat doe ik? Want je vult het ook hierin. En hierachter kan je, hou hierachter gewoon een lijstje bij. Oké, van 9 tot, of van 6 tot 9 heb ik dan. Heb ik dat en dat? Tik, 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 tik. Oké, ik heb nog een kwartier zitten scrollen. Oké, ik heb nog een half uur zitten ontbijten. Ga je tijd eens in de gaten houden. Want geen tijd, je weet wat ik daarop zeg, hè? Geen tijd is eigenlijk geen prioriteit. En als jouw doel niet gehaald wordt, als je denkt aan opgeven, dan is waarschijnlijk jouw doel geen prioriteit. Want jouw doel moet zo belangrijk zijn, jouw doel moet zo groot zijn, dat je gewoon zegt, hey, dat is mijn doel. Ik ga vechten, ik ga knokken voor mijn doel, om mijn doel te behalen. Ik laat niemand het doel van mijn bord afpakken. Dat is mijn doel. Ik wil mijn doel behalen. Want dat brengt mij volgend jaar, over 5 jaar, over 10 jaar verder. En daar moet je het voor doen. Dus dat opgeven is een momentopname. Je zit in dat moment op bij wijze van spreken, hè, zo om 3 uur 's middags. Denk jij in één keer, oh, ik heb geen zin meer. Dat, op dat moment wil je opgeven. Want bij wijze van spreken is het, is het 9 uur 's ochtends weer. En dan denk je, hey, ik heb er zin in, we gaan weer knallen. Snap je? Dus dat opgeven is een momentopname. Opgeven is echt op een moment dat je denkt, ik heb geen zin meer. Maar als je weer eens gaat kijken naar je doel, word je weer enthousiast, krijg je weer zin, denk je weer van, hey, ja, maar dit wil ik behalen. En dit behalen, dat kan alleen jij. Dit behalen ga je echt niet redden door te zeggen, oké, ik heb geen tijd, ik heb geen zin, het weer zat tegen, de bussen waren te laat, de brug stond open, weet ik wat voor excuses er allemaal zijn. Stop met die excuses, pak je verantwoording. Het is jouw leven, het is jouw doel, neem je verantwoording en accepteer dat je je moet inzetten. Je gaat er niet komen met excuses. Dus op het moment dat jij denkt aan opgeven, kijk gewoon eens naar je doel. Weet je, al die excuses die je verzint, pak je excuussheet erbij. Laat gewoon naar jezelf zien. Ja, maar als ik dat zeg, dan moet ik dit doen. Als ik zeg, oké, ik heb iets niet gehaald. Oké, dan mag ik dus geen tv kijken vanavond, want dan moet ik het inhalen. Ja, maar ik ben moe. Er is nog nooit iemand dood gegaan aan een uurtje langer werken als die moe is. Snap je? Je moet natuurlijk geen zware machines bedienen. Je begrijpt wat ik bedoel. Maar op het moment dat je moe bent en je zit knikkenbollend achter je laptop. Hey, sla jezelf een paar keer in het gezicht. Drink voor mijn part even een groot glas water. Voor mijn part zet je nog een bak koffie. En ga aan het werk. En als je echt moe bent, als je echt kapot bent, weet je wat helpt? Even rondje rennen. Echt waar. Rondje rennen. Doe je jas aan, doe je schoenen aan, ga naar buiten. Ren even 2 rondjes om je blok heen. En kom terug naar binnen. Geloof mij, je bent klaarwakker. Echt. Als jouw lichaam helemaal in die status komt van ik ben moe, dan word je ook moe. Maar op een gegeven moment dat jij je lichaam weer even wakker maakt, krijg je misschien toch nog even een kwartiertje, half uurtje door. En dan maak je het af. Dan maak je het af. Dan ga je niet dood aan. Dan word je niet ziek van. Snap je? Ga eens even door. Ga dan eens over die grens heen. Als je aan het sporten bent, dan moet je er ook over een grens heen. Oh nee, ik kan echt maar 100 meter roeien. Ja, nou, vandaag proberen we 125. Ja, man, 150, weet ik van wat je doet. Oh, ik kan echt maar 10 kilo tillen. Nou, vandaag gaan we toch 12 kilo proberen. Ja, maar we beginnen gewoon met 12. Snap je? Push jezelf. Duw jezelf nou eens over die grens heen. Ga nou eens zorgen dat je verder komt. Want zolang je in die habitat blijft, zolang je in je veilige zone blijft met, oh ja, dit zijn mijn kaders en hier ben ik gelukkig, dan ga je er niet komen. Terwijl hier misschien jouw mooie dingen liggen. Hier liggen alle leuke dingen. Maar ja, dat doe je niet. Hè? Maar jij blijft hier liever in je box zitten. Ga er nou eens uit. Over die grenzen heen. Verleg ze nou eens. Topsporters doen niet anders. Snap je? Acteurs, actrices, zangers, zangeressen, bekende mensen, uitvinders. Weet ik wat. Iedereen die verder is gekomen dan een gemiddeld iemand. Dan de maatschappij. Dan doorsnee. Is buiten die box gegaan.
Dat moet jij ook doen. Opgeven is geen optie. Als jij je doel wil behalen, moet je niet opgeven. En dat jouw doel niet binnen een jaar behaald wordt, dat maakt niet uit. Dat doe je er van mij per 2 jaar over of 3 jaar. Je kunt niet falen zolang je stopt. Zolang jij niet stopt met het werken aan je doel, ga je er echt wel komen. Ga jij je doel behalen. Op het moment dat jij zegt, ik zet er een jaar voor en na een jaar is het niet gelukt, dan moet je niet opgeven, dan moet je doorgaan. Dan moet je buiten die comfortzone blijven komen en dan moet je zorgen dat je doorgaat. En dan is het misschien 1,5 jaar geworden. Nou, en als je dan alsnog je doel behaalt, is het toch ook goed? Dan kijk je niet 1 jaar later er tevreden op terug, maar 1,5 jaar later of 2 jaar later. Nou, en? Je bent nu al zoveel jaren bezig, je bent nu al zoveel jaren aan het rommelen, dat je eigenlijk denkt, ja, maar het wordt gewoon eens tijd dat ik eens een keer wat anders ga doen. Het moet anders, het roer moet echt een keer om. Ik wil uit die sleur, ik wil uit die problemen. Ik wil niet elke ochtend wakker worden en denken, ah, mijn problemen. Oh, nou, dan gaan we onszelf maar weer eens even door de dag heen slepen. Dat wil je niet. Snap je? Dit doel, het is jouw doel. En dit doel ga je alleen behalen als jij je focus houdt op dat doel. Niet opgeven. Als je opgeeft, pak je excuus erbij. Het is een momentopname. Echt, excuses verzin je ter plekke. Kun je ook ter plekke laten verdwijnen. Focus gewoon op je doel en dan zul je zien dat je er komt. Hou je doel voor ogen. En als je doel niet indrukwekkend genoeg is, als je denkt, ja, als ik het alleen daarvoor doe, dan ga ik het niet meer doen. Dan is je doel te klein. Heel simpel, is je doel te klein. Als dit niet meer jou aanwakkert, als dit niet meer is van, oh ja, ik heb er weer zin in, is je doel te klein. Of je hebt het niet goed uitgewerkt, dan is het misschien een doel, ja, meer energie. Dat is geen doel. Dat is geen doel. Snap je? Maak je doel concreet. En misschien dat je wel zegt, ik wil jouw spullen, ik ben materialistisch, ik wil heel veel spullen. Nou, misschien wil je een heel groot huis, een hele dure auto en heel veel kleding. Zet er maar bij. En wat wil je nog meer? Want als dat blijkbaar niet meer aanwakkert, dat je denkt, ja, ik hoef ook geen groot huis. Dat moet je niet doen. Snap je? Ik wil heel graag andere mensen helpen. Dus niet alleen voor mezelf wil ik het goed hebben. Ik wil heel graag ook andere mensen helpen. Ik wil heel graag wat kunnen betekenen voor de maatschappij, voor mensen om me heen. Dus ik doe het dan op dat moment als ik het een keer tegen zit. Denk ik van, ja, maar ik doe het ook niet voor mezelf. Ik hoef geen groot huis, ik hoef geen auto, ik ben goed zo. Maar ik moet ook andere mensen helpen. En die andere mensen hebben niet altijd de keuze. Ja, mensen die al in de problemen zitten, in de schuldsanering zitten. Mensen die geen geld hebben om fatsoenlijk hun boodschappen te kunnen doen. Wil ik helpen. Ja, ouderenzorg vind ik echt een puntje van aandacht. He, we worden vandaag de dag worden we allemaal ouder. He. Vroeger ging je wat eerder dood, want de medici was nog niet zo ver. Maar ja, vandaag de dag word je ook langer in leven gehouden. We worden ouder. Daarom zijn er ook zoveel mensen. He, niet de voornaamste reden, maar er zijn meer mensen op de wereld, omdat mensen ouder worden dan vroeger. Dus die ouderenzorg wordt wel een probleem. Snap je? Er zijn heel veel ouderen. Wat gaan we daarmee doen? Ik wil er straks later niet als een kastplantje bij zitten, zoals heel veel ouderen nu wel zitten. Geen aandacht, te weinig tijd, in hun eigen ellende zitten ze daar een beetje de dag door te komen. Omdat er gewoon te veel bezuinigd is op die ouderenzorg. Ik vind dat een probleem. En hopelijk verandert dat. Hopelijk is niet de hele maatschappij op mij aan het wachten, daar ga ik niet van uit. Maar hopelijk verandert dat. En wil ik daar ook een steentje bijdragen? Wil ik ook kunnen zeggen, hey, ik heb dat hier lokaal gedaan, of ik heb iets bedacht, of we hebben iets, weet ik wat, misschien zijn er straks wel menselijke robots of bepaalde online voorzieningen of tools of iets met weet ik wat. Ik weet het niet. Maar ik weet wel dat we slim genoeg zijn, de kennis hebben, de materialen hebben, de mogelijkheden hebben om te zorgen dat we die ouderenzorg bijvoorbeeld bundelen naar 1 gebouw. Ja, dat we zeggen, ouderenzorg, kinderopvang en nog iets, dat doen we in 1 gebouw, waardoor die ouderen wat meer aanspraak krijgen, waardoor die kinderen wat meer, snap je? Zulke dingen. En dat is weer een doel voor mij, waardoor ik weer denk, ja, hé, nu niet opgeven. Kom, even focus. Even dingen afmaken. Pak die doelenlijst erbij, dit moet ik gedaan hebben. Check. Dingen doen. Maak die checklist. Dingen doen. Opgeven is geen optie. Doel. Pak je doel erbij. Pak je excuussheet erbij en start. Als je denkt aan opgeven, kijk naar je doel. Doe het gewoon, want anders kom je niet verder. Zitten we volgend jaar weer met deze training en dat schiet niet op. Je bent niet zielig, je bent niet, weet ik wat, je bent niet minder dan de rest. Je bent gewoon goed, je bent sterk, je bent slim,
Je hebt heel veel potentie, maar je moet het wel benutten. En als jij je potentie afdoet met, ja, maar ik kan het allemaal niet. Hé, dan moet je lekker stoppen met kijken. Dan hoef je niet naar mijn trainingen te kijken. Dan moet je lekker naar Netflix gaan. Ga lekker een serietje opstarten. Of dan download je zo'n spelletjes-app. Met de bouw je eigen bedrijf. Ga je lekker als weet ik wat, massaal andere mensen ga je niet echt aan je bedrijf bouwen. Nee, stel je voor, ik ga het wel in een appje doen. Ja, oh kijk, 100 euro. Ja, dus je wil wel heel de dag dit doen. En daar het risico lopen. Oh, punten kwijt. Oh, niet een level omhoog. Maar je wil het niet in het echt doen. Ja, dat is goed. Dat is goed. Maar wat je hier op je scherm doet, is allemaal nep. Je kunt het ook in het echt doen. En je kunt nog eens een keer wat verdienen. Snap je? En dan leer je weer van. En dan ontwikkel je jezelf. En dat kun je ook overdragen aan anderen. Zoveel meer. Zoveel meerwaarde. Opgeven? Geen optie. Pak je doel erbij. Is je doel niet indrukwekkend genoeg? Maak je doel groter. Kom uit die comfortzone. Ga aan de bak. Maak je to-do-lijst, vink hem af, maak progressie. Kijk naar het grotere geheel en niet alleen naar het moment. En geloof mij, dan ga je eruit komen. Opgeven is geen optie.